stoppen. Daar is de brand. We moeten er meteen naartoe. Ik heb jullie nodig om met lichtsnelheid te gaan, zodat we supersnel naar die brand op de brug kunnen. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep knalleblaze. Knalleblaze. Hou vol, brandweerwagens. We komen eraan. Alarmbel, er is iets mis. We horen snel wat er is. Een echte held vindt nooit iets zwaar. Dus dag en nacht staan wij voor je klaar. Ga aan de kant, er is brand, hulp is onderweg. Ga aan de kant, er is brand, hulp bij alle weg. We racen de hulp, er is iets aan de hand. Als de spoed is de reis, ga snel aan de kant. Ga aan de kant, er is brand, yeah, 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 yeah. Ga aan de kant, er is brand, yeah, 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 yeah. Ga aan de kant. Goed zo, brandweerwagens. Blijven blussen. Oh, kijk. Daar is Blaze. Hoera. Hij is er. Gelukkig. Blaze meldt zich, commandant. We zijn klaar om te blussen. Fijn dat je er bent, Blaze. Goed, kom mee. Dan blussen we die brand voor eens en voor altijd. Ja. Absoluut. Woehoe. Kom op, jongens. Hou je brandslang klaar. Blussen, Blaze. Ja! Yeah! Wow! Uh-oh, dit gaat niet goed. Ik zit zonder water. En ik ook! Wieldoppen, en ik heb ook geen water meer. Oh nee! We zitten allemaal zonder. Dit is niet best. Wat moeten we doen, commandant? We maken een plan. Om de brand te blussen hebben we meer water nodig. En snel! Blaze, kijk daar eens. Die tanks zitten vol met water. Goed gezien, AJ. Hou vol, brandweerwagens. We zijn zo terug. Succes! Zet hem op, Blaze! Om de brand te kunnen blussen hebben we heel veel water nodig. Met mijn vizierzicht kunnen we zien hoeveel water er in de tank zit. Overal vizierzicht. Vizier, laat maar eens zien wat de inhoud is van deze tanks. In deze tank zit 50 megaliter water. En in deze tank 100. En in deze tank 70. Welk cijfer is het hoogst? 50, 100 of 70? 100, ja! Dat betekent dat er in deze tank het meeste water zit. Hij heeft de meeste inhoud. Snel, AJ. Maak de slang vast aan de watertank. Komt voor elkaar, Blaze. Zo, je hebt nu weer water. Goed zo. Kom gauw mee. Dan gaan we met dit water die brand voor eens en altijd blussen. Joehoe! Kijk, commandant. Blaze is terug. Dat klopt. En we hebben meer dan genoeg water om de brand te blussen. Woehoe! Super! Oh. Ga opzij, jongens. Laat Blaze de brand maar blussen. Doe maar, Blaze. Je kan het. Ben je klaar, AJ? Ja, hoor. Dan gaan we die brand even blussen. Zet hem op! Yay! Je kan het! Schuif de ladder omhoog. En draai de kraan maar open. Vlammen maar, vlammen maar. Hulp is onderweg. Iets aan de hand. Of ze spoed is de reis, dus ga snel aan de kant. Vlammen maar, vlammen maar, yeah, yeah, yeah. Vlammen maar, vlammen maar, yeah, yeah, yeah. Vlammen maar. Oh, yeah! Het is gelukt, Blaze. De brug is gered. Hoera! Yeah! Brandmeester. Dat was een van de moedigste acties die ik ooit heb gezien. Bedankt, commandant. U kunt altijd op ons rekenen. Geef me de band. Yeah! Ja! Goed gedaan, Blaze. Diepzeeracers, op jullie plek. Klaar voor de start? Wij vertellen Blaze wanneer die moet starten. Als het licht op groen springt, roep je start. Start!
met een goede sprint. Door de blauwe oceaan. Diep in de zee, wat een top idee. Dit is subliem, kom bij je team in de diepzee. Bord. En volgens het bord moeten we linksaf. Kom mee! Dat is vreemd. Ik zie de andere racers helemaal nergens meer. Ik ook niet. Dan zijn we verkeerd gegaan. We zijn totaal verkeerd gegaan. Kijk uit! Wow! Oh nee! Die dingen schieten enorme zeewierballen. Om terug in de race te komen, moeten we eerst langs die zeewierwerpers zien te komen. Wow, hoorde je dat? Wauw, dat is een zeester. En zo te zien is ze goed in karate. Hey zeester, kun jij ons met jouw karate langs die zeewierwerpers helpen? Mooie karatentrap. Kom op, zeester. Tijd om ons hier doorheen te hakken. Onderzeeër, go! Kijk uit. Die werpers gaan vast weer zeewier schieten. We gaan tellen hoeveel zeewierballen deze kant op komen. Tel je mee? 1, 2, 3. 3 stuks. Zet hem op. 1, 2, 3. Hey, kijk, we zijn bijna weer bij de racebaan. Maar om daar te komen, moeten we eerst nog langs die laatste zeewierwerpers. Tel je weer met ons mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tijd voor karate! Bedankt voor je hulp, zeester. Ja, dankzij jou zijn we terug in de race. Kom op, AJ. Als we de anderen nog willen inhalen, moeten we opschieten. Onderzeeër, go! Blaze, kijk. Dat is de onderzeeër van Crusher. En daar heb je het zandkasteel. De finish van de Grand Prix van de Diepzee. Als we niet opschieten, gaat Crusher winnen. Oh, ik dacht het niet, want wij hebben onderzeeër lichtsnelheid. Als je wil dat we met lichtsnelheid gaan, zeg dan... Knallen, Blaze! En de winnaar van de Grand Prix van de Diepzee is... Onderzeeër Blaze! Het is gelukt, Blaze! We hebben gewonnen! Yeah. Wow, gefeliciteerd, Blaze! Dat was nog eens een race! Bedankt, Krabbe! En moet je eens kijken wat de snelste racer wint! Wow, dat is een trofee! Dat zie je goed! Het is de onderwatertrofee! Wow! Wow. Hè? Moet je horen! Dat klinkt als een sirene! En kijk! Rook! Kom mee, misschien kunnen we helpen! Slotbout, een grote bosbrand! Daar komt de brandweer om de brand te blussen. Oké, brandweerwagens, draai jullie kranen maar open. Blijf blussen.
Bij een noodgeval als dit hebben we 5 brandweerwagens nodig die met elkaar samenwerken. Maar commandant, we zijn nu maar met z'n 4. We hebben nog een extra brandweerwagen nodig. Blaze, we moeten ze helpen. En ik weet al hoe. We veranderen mij in een brandweerwagen. Eerst maken we de slang waarmee we de brand kunnen blussen. Om de slang te maken, zeg slang. Slang! Goed gedaan! En nu nog een klep. Als we de klep openen, dan kan het water door de slang stromen. Om de klep te maken, zeg klep. Klep! Mooi zo! En dan nu nog een telescopische ladder. Daarmee kan de slang hoger en lager. Om die te maken, zeg telescopische ladder. Telescopische ladder! Jaha! Ik ben een brandweerwagen monster truck! Geweldig! Dan kunnen we nu de brandweerwagens gaan helpen. Brandweerwagen Blaze meldt zich voor dienst, commandant. Ik ben er klaar voor om te helpen blussen. Fantastisch. Laat maar zien wat je kan. Snel, help me de klep te openen, zodat het water door de slang kan. Zeg, open de klep. Open de klep. Kijk, het lukt. We blussen het vuur. Goed zo. Woehoe. Ja. Woehoe. Goed gedaan allemaal. Zo te zien is iedereen... Oh nee, commandant. Daar beneden is nog een brand. Hij is bijna bij de bomen. Komt goed, commandant. Ik zorg dat de brand geblust is voordat hij bij de bomen is. Om er supersnel te komen gebruik ik lichtsnelheid. Zet hem op, Blaze. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep dan knallen, Blaze. Kom op, we zeggen het samen. Knallen, Blaze. We zijn bijna bij de brand. Helpen jullie mij mee met blussen om het vuur te doven? Als je vuur ziet, roep brand! Brand! Precies raak! En dan gaan we nu de rest van de branden blussen. Als je nog meer vuur ziet, roep brand! Brand! We hebben de bomen gered en samen alle branden geblust. Ja, yeah, Blaze. Ik wist wel dat je het kon. Yeah. Je bent een held. Goed gedaan, Blaze. Blaze, je brandweerwagen badge. Je hebt je 4e ster. Wauw, het is gelukt. Gefeliciteerd, Blaze. Je liet zien dat je alle noodgevallen aan kan. Je bent nu een officiële brandweerwagen. Wow, nu heb ik eindelijk mijn eigen brandweerhelm. Bedankt, commandant. Een ovatie voor Blaze, onze nieuwste brandweerwagen. Yeah! 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 Wow, schitterend. Dat is de koninklijke dierenkroon. De koninklijke dierenkroon? Dat is de meest speciale kroon van het hele dierenkoninkrijk. De drager van deze kroon wordt koning van Diereneiland. Koning van Diereneiland? Ik wilde altijd al koning worden van een eiland vol met dieren. Oh, dat is wel een heel specifieke wens, zeg. Nou, dan moeten we ze maar vragen of jij hier koning mag worden. Nou, dat hoeft niet. Ik weet nou toch al hoe ik hier koning kan worden. Ik pak gewoon die kroon. Yeah. En... Hebbes! En wel?
Welke van deze knoppen brengt de kroon nu naar de onderzeeboot? De dierenkroon landt in de oceaan. En nu zinkt hij naar de bodem. De kroon ligt op de bodem van de oceaan. En als we niet snel iets doen, dan krijgt Crusher hem in banden. Was er nou maar iemand die sneller kan zwemmen dan Crusher? Nou, komt dat even goed uit, want dat kan ik. Echt waar? Hoe dan? Ik heb alleen maar de supersnelle zwemkracht nodig van het ideale onderwaterdier. Yeah! Om Crusher te verslaan, wordt Blaze een haai. Yeah! Ik ben een haai monster truck! Woehoehoe! Oh, zo, dat is cool. Oké. Wacht maar, dieren. AJ en ik halen die dierenkroon weer terug. Haaienkracht! Oh nee, Blaze, kijk! Crusher's onderzeeboot is bijna bij de dierenkroon. We moeten er zijn voordat Crusher hem pakt. En dat kan met haaienlichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg, knallen, Blaze! Leila! Heb eens! Geef maar hier, Crusher. Die kroon is niet voor jou bedoeld. Het is High Blaze! Oh nee, niet staat mij in de weg om koning van Diereiland te worden. Die kroon is voor mij. Crusher's onderzeeboot trekt echt heel hard. Om de kroon te pakken moet ik harder trekken dan de onderzeeboot. Laten we gaan kijken wie met de meeste kracht trekt. Over op vizierzicht. Blaze trekt met een kracht van 8. En Crusher's onderzeeboot met 6. Welk getal is hoger? 8 of 6? 8. Blaze trekt met meer kracht. Wow, Crusher. Blaze trekt echt veel harder dan jouw onderzeeboot. Oh, maar straks niet meer. Kijk. Blaze zijn kracht is nu 14. Welk getal is hoger? 14 of 10? 14! Ja, nu trekt Blaze het hardst. Oké. Yeah. We hebben de kroon! Kijk, daar is Blaze! Woehoe! Dat jullie het konden. En nu de kroon terug is, kunnen jullie dus een nieuwe koning kiezen. De monster truck die we kiezen als koning van het diereneiland is... Blaze! Recht voor ons. Activeer de brandweerboot, Bob. Hij doet het. Onze pomp verplaatst het water vanuit de oceaan naar het waterkanon. Help ons met richten, zodat we het water recht in de vlammen spuiten. Om de brand te blussen, moeten we dan richten naar links of naar rechts. Naar links, ja! Het is gelukt. Kom op, Blaze. We hebben nu nog maar één raam te gaan. Activeer de brandweerbootbom!
Om die laatste vlammen te blussen, moeten we dan hoger richten of lager? Hoger! Oh yeah! Woehoehoe! Gelukkig, Blees! Crusher, kom terug! Oh, wat is er nu weer, Pickle? Dit is de grootste fantasiebrand tot nu toe. En er is maar één fantasiebrandweerwagen die zo'n grote fantasiebrand als deze kan blussen. Brandweerwagen Crusher! Tja, dat is zo. Ik ben echt heel goed. Oké, Pickle, ik doe het. Hoera! Ik pak de slang. Maar denk eraan, Pickle. Deze keer wil ik een slang die water spuit. Sorry, Crusher. Ik hoorde je niet. Wat zei je precies? Ah, daar is hij, mijn slang. En nu opzij, Pickle. Ik ga die brand blussen met water en word een superheld. Oh, dat ben je al. Maar dit is geen waterslang. Is dit geen waterslang? Nee, dit is een onderbroekenslang. Een onderbroekenslang? AJ en ik komen jullie redden van die vuurspuwende vulkanen. Ja, maar om die vulkanen te laten doven, hebben we een wel heel bijzonder brandweervoertuig nodig. Een blusvliegtuig! Een blusvliegtuig is een vliegtuig met een grote tank dat water uit het meer kan scheppen. Vervolgens vliegen we naar de brand en dumpen we daar het water. Yeah! Ik ben een blusvliegtuig! We scheppen water! Nu moeten we alleen nog op zoek naar een uitbarstende vulkaan, zodat we het water kunnen dumpen en de vulkaan kunnen doven. Kijk maar heel goed. Als je lava ziet, zeg dan lava! Lava! Het is gelukt! Het water heeft de vulkaan gedoofd. Help ons de laatste uitbarstende vulkaan te vinden! Als je lava ziet, roep dan lava! Lava! Supersterk, gaat met zijn vracht aan de haal. Een trailer eraan, dus nu maar gaan. Trap op dat gaspedaal. Dubbele banden, eentje aan boord. Dieselmotor stuurt ze voort. Doe het maar en doe je job. Aan de slag nu, stik je daar maar op. Je bent bijna thuis, Flippy. De oceaan ligt aan de andere kant van die bergen. Wow, wacht even, Blaze. Volgens mij maken die bergen een vreemd geluid. Wieldoppen, moet je kijken.
Dat is geen berg, dat is een vulkaan! Oh nee, hoe komen we langs al die hete lava? Hey, volgens mij heeft Flippy een idee! Yeah. Flippy heeft de lava afgekoeld met water. Kijk je mee? Als het water de hete lava raakt, dan gaat de warmte van de lava over in het water. De lava koelt af en verandert in harde steen. En als het water warm wordt, dan gaan de deeltjes sneller bewegen. Ze bewegen uit elkaar en veranderen in stoom. Kom op, Flippy. Het is tijd om wat hete lava af te koelen. De vulkaan spuugt twee grote ballen lava. En daar komt er nog één. Hoeveel lavaballen zijn dat bij elkaar? 3, ja! Hey Flippy, kun jij een plons maken die 3 lavaballen afkoelt? Hey! 2, 3! Het is gelukt! Yeah! En we zijn al bijna voorbij de vulkaan. Maar deze keer spuugt hij wel heel veel lava. 5 lavaballen. En nog 1. Hoeveel lavaballen zijn het bij elkaar? 6, ja! Zet hem op, Flippy. Je moet nu wel een hele grote salto maken. Flippy's plonsen hebben alle hete lava afgekoeld. En kijk, daar heb je Flippy's familie. Oh, ze missen je echt, Flippy. Nog heel even. We brengen je supersnel naar huis. Het is hoog tijd voor vrachtwagen lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg dan knallenblaze. Knallenblaze. Het is ons geluk, Blaze. Flippy is weer thuis bij zijn familie. En kijk eens hoe blij ze zijn om elkaar weer te zien. Wat zegt die Blaze? Ik denk dat Flippy en zijn familie een stukje willen gaan zwemmen. En dat ze willen dat wij met ze meegaan. Komt voor elkaar, Flippy. Vrachtwagen Saldo. Goed nieuws, jongens! We zijn bijna bij mijn huis voor mijn ijspartijtje! Oké! Dat is zeker goed nieuws, Casquatch! Ja! Mijn huis ligt aan de andere kant van die berg. Die berg schudt helemaal. Dat is vreemd. Ik kan me niet herinneren dat die berg dat eerder gedaan heeft. Wacht eens even. Volgens mij is dat geen berg. Het is een vulkaan! En hij spuit hete lava. Wieldoppen. Heel veel hete lava. En het stroomt overal naartoe. Oh nee. Die lava blokkeert ons de weg. Zo komen we nooit op tijd op mijn ijspartijtje. Niet opgeven, Gasquatch. Ik heb een idee. Wat als we die lava veranderen van een vloeistof in een vaste stof? Ja.
Als het steen in de aarde superheet wordt, dan smelt het en verandert het van een vaste stof in een vloeistof, lava. En als de vulkaan uitbarst, dan stroomt al die lava eruit. Maar als we de lava afkoelen, dan verandert de vloeistof weer in een vaste stof, steen. En kunnen we er weer veilig overheen rijden. Wauw! Dat is een goed plan! Maar waarmee kunnen we de hete lava afkoelen? Laat dat maar aan mij over, Gasquatch. Ik activeer de ijsmachineknaller! Het werkt! Dat koude ijs verandert de vloeibare lava in vaste steen! Kom mee, Gasquatch! Volg mij! Oké! Het is gelukt! Maar we moeten wel voorzichtig blijven! Ja! Er zit vast nog meer lava in die vulkaan. Vertel het me, als je lava ziet, dan kan ik het bevriezen met de ijsmachineknaller. Als je meer lava ziet, roep dan lava. Lava! We hebben de krater van de vulkaan gedicht met ijs. En daarom zeg ik altijd, ijs is lekker. Hey, Gasquatch, is dat niet jouw huis? Oeh, ja, dat is mijn huis. We komen steeds dichter bij mijn ijspartijtje. Maar de vrienden die ik heb uitgenodigd zijn nog dichterbij. Straks zijn mijn vrienden er al, maar dan is het roommeester nog niet. Maak je geen zorgen, Gasquatch. We krijgen het ijs er wel op tijd. We gaan gewoon met lichtsnelheid. Oh ja! Als je wil dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan... Knallenblaze! Knallenblaze! Precies op tijd. Kijk! Ja! Daar zijn al je vrienden! Gasquatch! Oh, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Dit wordt vast het allerleukste ijspartijtje aller tijden! Oeh, zeg, dol op roomijs! Ja! Roomijs is mijn favoriet! Oké, ijsmachine Blaze. Ben je er helemaal klaar voor? Klaar! Dan kan Gasquatch ijspartijtje beginnen! Ijs is lekker! Hou je vast, AJ, want deze draagvleugelboot is klaar voor actie! Oh ja! Pickle, wat hoor ik daar? Misschien is het een vis. Of een walvis. Of misschien is het een vis. Of zei ik dat net al? Ah, het is Blaze. Wow! Blaze is een draagvleugelboot. Zelfs met die hoge golven gaat hij nog supersnel. Oh, hij mag het gereedschap niet terugpakken. Niet nu. Oh, nee. Nou, stil maar hoor, Kusser. Wacht eens even, Pickle. Ik bedenk net iets. Iets waardoor Blaze al moet stoppen. Hij komt nooit langs. Een happende haaibot. Oh nee, dat ziet er niet goed uit.
zie de iPod nergens meer. Misschien zijn we hem kwijt. Of toch niet? Die iPod is een groot probleem, Blaze. Daar moeten we iets op verzinnen. We moeten er snel voor zorgen dat hij stopt met bijten. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is de haai iets te geven wat hij niet door kan bijten. Oh, ik heb hier een lang stuk touw. Mooi! We doen een test en kijken of de haaibot een touw door kan bijten. Is het touw kapot? Ja! En hij hoeft er maar één keer te bijten. Oh, kijk hier! Een metalen pijp. Deze voelt het hardst van allemaal. Laten we hem testen. Heeft hij de metalen pijp doorgebeten? Nee, hij komt er niet doorheen. Oh, kijk. Hij valt uit elkaar. Hey, kijk. Daar is Crusher met de kist van Gabby. We moeten opschieten. We moeten dat gereedschap terugbrengen naar Gabby. AJ, geef me plankgas. We moeten eerder bij die kist zijn dan Crusher. Uh-oh, maar hij zit een heel stuk voor ons. We kunnen hem alleen verslaan als we iets glibberigs op de grond leggen. Zodat er geen wrijving is en wij naar beneden kunnen glijden. Hey Blaze, wat dacht je hiervan? Dat is een van Crusher's grote glibberige bananen. Dat is perfect! Wat? We hebben het gereedschap! Te gek! Goed gegleden, Blaze! Oh, die gasten hebben me verslagen! Alweer! Crusher, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar ik geloof dat je uitlaat is gebroken. Gebroken? Laten zien! Oh, nee! Crusher, volgens mij kennen wij vast wel iemand die jou kan maken, denk je niet? Wie? Gabby, die bedoel ik. Ze heeft alleen haar gereedschap nodig, weet je nog? Oh, ja. Kom mee, Crusher, volg ons. Wat op mee, Crusher! AJ, jullie hebben mijn gereedschap. Graag gedaan, Gabby. Nu kan ik eindelijk iedereen repareren. Zelfs jou, Crusher. Oh, joepie.